Waarom schiet je die bal nou weer naar voren, keeper? Wat doe je nou? Er staan twee man naast jou waar je die bal kan passen en jij schiet die bal zomaar random naar voren. Ja, dit vind ik echt niet oprecht niet oké. Okay. Yo, Nintendo fans! Vandaag gaan we proberen de kampioenscup te pakken in Mario Strikers. Als je namelijk de normale bekers allemaal gewonnen hebt, kan je op X drukken en dan kan je deze speciale bekers winnen. En hier staat: maak je op voor de ultieme krachtmeting tegen absoluut topnieuws die op alle vlakken uitblinken. En dit is moeilijk. In de spits zet ik iemand met perfecte schotkracht, zoals Mario met deze uitrusting. Ik heb ook een snel persoontje nodig, bijvoorbeeld Toad. Aan de zijkant zet ik dan Luigi, die ook goede schotkracht heeft. En achterin natuurlijk een sterk persoontje, zoals Bowser met volledige uitrusting. In de eerste wedstrijd spelen we tegen de Scramblers. Waluigi, Bowser, Toad en Peach. Betekent dat dat Peach bij hun achterin staat? De meest snelle persoon achterin? Dat vind ik verrassend. Dat zie je niet vaak. Oké, let's go. Let's go. Let's go. Daar gaan we. Met Toad aan de zijkant. Die super snel is en die wordt getackled, potverdorie. Oh, oké. Okay. Bowser's tackle wordt ontweken. Hier een andere Bowser die we wel tackelen. Nice. Dan ga ik weer. Dan ga ik nu met Toad. Met supersnelheid Toad. Let's go. Oh, die had er wel in gemogen. Waarom schiet je die bal nou weer naar voren, keeper? Wat doe je nou? Er staan twee man naast jou waar je die bal kan passen. En jij schiet die bal zomaar random naar voren. Ja, dit vind ik echt niet oprecht niet oké. Okay. Oh, dus complete chaos. Ik weet niet. Lekker, lekker. Nee, nee, die bal moest naar voren. Die bal, ja, die bal moest naar Mario naar voren. Maar hij paste naar de zijkant. Waardoor ik getackled kon worden. Ja, lekker. Kom op, Mario. Iedereen beuken. En scoren. Hoppakee. Kijk, die ster is super overpowered. Als je die ster hebt, moet je gewoon iedereen beuken. Je schot opladen en dan het perfecte schot doen. En dan heb je sowieso wel een doelpuntje. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, Mario. Nog een keer goed schot. Lekker. Oké. Okay. 2-2. Nice. En daarom zet je iemand met een goede schotkracht en techniek. Vooral techniek. In de spits. Oké. Okay. Focus. 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 Nu Bowser pakken. Oh, of niet? Schot, 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 Mario. Lekker. 3-2 voor. Ik heb mijn items wel gebruikt. Lekker. Lekker, we hebben gewonnen. 3-2. De eerste wedstrijd is gewonnen. Wat een chaos. Ik zweet nu al. Maar de buiten is binnen na een 2-0 achterstand. Woe. Nooit opgeven. De tweede wedstrijd is tegen de Crowns die met 9-8 hebben gewonnen van de Cyclones. En dat is Rosalina, Peach, Waluigi en Donkey Kong. Ik denk dat zij een beetje dezelfde tactiek doen als ik. Toad heeft de bal. Eigenlijk, ja, Mario heeft nu de bal. Dan gaat de bal weer naar Toad, maar nu niet meer. Keeper heeft de bal. Oké, okay, Waluigi staat helemaal vrij van hun. Lekker, ik pak die bal af. Dan wil ik nu eigenlijk de bal naar Toad passen. Ja, die wordt gewoon gebeukt. Wat is dit voor superpaas? Hoe deden ze die paas? Jeetje, dat was zo'n strakke paas. Ik weet nog geen eens hoe je dat moet doen. Gaan we nu proberen om Donkey Kong te tackelen. En dan nu de voorzet op Toad en die moet scoren. Maar Toad scoort niet. Bowser dan, ook niet. Oh my gosh. Wat is dit jammer. Dit was zo'n goede kans. Maar helaas. Hij zit er niet in. Schiet er nu met Mario. Het staat nog steeds 0-0. Bowser is nog de enige verdediger die over is. Ik hoop dat ik kan tackelen. Ik kan ook tackelen. En die bal gaat er gelukkig net niet in. Misschien deze wel. Deze gaat er wel in. 1-0 voor de tegenstander. Hopelijk kunnen we nu nog terug doen. Door Rosalina te tackelen. En door de Mario. Donkey Kong te laten tackelen. Tackelen, mekkelen. Maar die keeper is te goed. Verdorie. Dan nu Rosalina tackelen. Een voorzetje geven. Scoren in één keer. Iemand, score. Ah, die bal lag zo stil daar. Dat had makkelijk een doelpunt kunnen zijn. We worden wel weer getackled. Maar nu tackelen wij. En, kan ik hier scoren? Ik kan hier scoren. Met Bowser. Bowser scoort bijna nooit. Maar ik had de items. En ik kon Donkey Kong van me afweren. En het staat 1-1. Dus ik moet heel zorgvuldig proberen te verdedigen. Hoe gaat die bal erin? Hoe ging deze bal er nou in? Dit sloeg nergens op. Oké, okay, daar gaan we weer. Even de focus terug proberen te pakken. Ja, dit is te moeilijk. Ik had geen ruimte, niks. Ik vind het zo naar dat deze ballen erin gaan. Dan nu de voorzet op Mario en die moet erin. Kijk, dat is wel. Als ik met Toad langs de zijkant kan gaan en dan een voorzet naar het midden kan geven, dan score ik bijna altijd. En nu is het denk ik wel klaar. Met 15 seconden op de klok. Ik ga het natuurlijk wel gewoon proberen. Maar ik heb de bal niet.
En dat is het probleem. En dan wordt het 4-2. Maar we krijgen nog een rematch. Nu naar de verliezersronde tegen de Cyclones. Ik ben benieuwd of we deze kunnen pakken. Wat zijn de Cyclones? Wat kunnen zij goed? Ik ben heel erg benieuwd. Ze zijn niet super snel volgens mij. Ik wil naar Toad passen, maar we passen niet naar Toad. Nu kan ik wel scoren, maar de bal gaat er weer niet in. Ik heb niet echt heel veel geluk met de keepers van de tegenstanders die over het algemeen best wel goed zijn. Nu dan wel met Toad. 1-0. Nu moet de bal naar Toad en die moet scoren. En die scoort weer niet. Toad heeft een te slecht schotje. Meestal kan je hem er wel net langs gooien, maar het lukt me gewoon nu eventjes steeds niet. Misschien nu wel met Luigi een schot. Nee, ook niet. Ik moet wel naar achter nu met Bowser, anders is het een doelpunt. En ik denk dat het inderdaad een doelpunt is. Nu, ja, deze gaat er denk ik ook weer in. Nee, want Waluigi gaat te ver naar het midden. Dan ga ik hem weer naar Toad passen. Die moet hem eigenlijk dan naar Mario kunnen passen. Yeah. Maar de keeper zit ertussen. Ik kan misschien wel een hyperschot doen vanaf hier als Yoshi me niet tackelt. Het is geen goed hyperschot. Niet volledig in het blauw. Ik heb zo vermoeden dat hij er niet in zal gaan. En dan ga ik hier klaarstaan. Met mijn hij gaat er wel in. 3-1. Wat een geluk. Ze houden hem gelukkig een keer niet tegen. Ja, lekker om een keer een hyperschotje te scoren. Dat is me al een tijdje niet meer gelukt op dit niveau. Ik weet niet wat er gebeurt, maar zij zijn opeens echt hartstikke goed bezig. Nu de tackle. En de bijna doelpunt, maar net niet het doelpunt. Oef. Lekkere tackle op Peach. Dan nu, de bal naar Toad. Die kan versnellen. En de voorzet geven op Mario. En dan gaat hij er weer in. De voorzet van Toad. Vanuit snelheid. En dan met Mario. Lekker schieten. En dat zorgt voor doelpunten. Dan moet ik strakjes weer naar Toad proberen te passen, denk ik. Ja, hier is Toad. Hier is Toad. Let's go. Toad ontwijkt alle tackles. En Toad kan scoren. In de kruising. 5-1. Lekker. Maar goed, volgens mij moeten we nu nog 2 keer winnen om de beker binnen te halen tegen de Crowns. En van die Crowns hebben wij al eerder verloren. Kom op, Bowser. Lekker mappen. Lekker mappen, Bowser. Heerlijk. Heerlijk. Let's go. Kom, iemand mee. Iemand mee. Schiet. Bowser is zo traag. En Toad. Oh, Toad kan opeens wel tackelen. Lekker. Nice. En nu scoren. Nu wel scoren. Lekker, Mario. Oké, focus. 1-0. Lekker. Tackle is mis. Nog de tackle is nu raak. En ik heb wel... Oh, wat gebeurt er nu allemaal? Ik denk dat zij... Ja, zij hebben het hyperschot. En dat is echt wel een probleempie. Dat is een groot probleempie tegen dit team. Wat sowieso al goed kan schieten. En tackles kan ontwijken. En dan is het 1-1. Het is zo moeilijk, want dan probeer je gewoon met van alles en nog wat rekening te houden. Kom op, voorzet. Nu Mario scoren. Oh, gelijk vanaf de aftrap met een bom. Een 1-2'tje. Schot eruit proberen te halen. Oh, ik heb mijn item verpest. Maar mijn item helpt alsnog. Waar is de bal? Ik heb geen idee. Complete chaos, jongens. Oh, jongens. Wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? Ze gaan schieten op de lat en dan is de bal weg. Verdorie. Ze hebben ook wel geluk weer. Met die bal die dan terugkomt via de lat en zo. Oh, maar ik heb nu een ster. Kom op, score. Score. Lekker. Oh, wat een geluk met die ster. De bal wordt nu zomaar naar voren geschoten door mijn keeper. Ik heb geen idee waarom. En dit is wel een ding. De golden goal nu. Kom op, Toad. Je staat helemaal vrij. Kom op, Toad. Score. Score. In tweede instantie. Ja. 4-3. We winnen hem. Jeetje, wat een spannende wedstrijd weer. 1 woord. Chaos. Dit is niet te becommentariseren. En nu moeten we dus nog een keer tegen elkaar. Voor de 3e keer. Come on, Mario. Let's go. Daar gaan we. Lekker. Come on. Ontwijk iets. Ontwijk iets. Lekker. Oh, nice. Oh, bijna 1-0. Bijna 1-0. Nog een keer bijna 1-0. Hoe komen zij nu al aan zoveel wapens? Dit is echt fraude, hoor. En waarom tackle je mijn Bowser? Blijf van mijn Bowser af. Oké, let's go. Oh, ik mag gewoon doorlopen? Of zo? Toad mag gewoon doorlopen van Donkey Kong? Wat was Donkey Kong daaraan aan het doen? Hij verdedigt niet eens. Kijk dan. Donkey Kong die bleef gewoon staan. In plaats dat hij gewoon voor de bal gaat staan of mij daar tackelt. Ik snap niet wat hier gebeurde, maar ik vind het prima. Donkey Kong kwam pas veel te laat. 1-0, oké. Let's go, Bowser. Nu door. Naar Toad. Toad scoren. Toad in de kruising. 2-0. Oh! Oké, 2-0 voor. 1,5 minuut gespeeld. Tackle. Nice. Naar Toad weer. Oeh, pas. Lekker. Oh, Luigi. Eigenlijk moeten Luigi en Mario hier de doelpunten maken. Maar het is vooral Toad die het steeds doet. Ongelooflijk. Daar gaat Toad weer. Hopelijk loopt er nu iemand vrij. Maar nee, er loopt niemand vrij. Als er iemand vrij had gelopen, was het 3-0.
En het is alsnog 3-0. Ondertussen sla ik letterlijk iedereen daar. Is Luigi nu helemaal vrij? En kan Luigi gaan schieten en niet gaan scoren? We kunnen wel het hyperschot even snel pakken voordat zij het doen. Zij hebben nu een ster. Ja, dit is minder. Dit is minder. Ik kan alleen maar eigenlijk nu proberen om voor de bal te gaan staan. Helaas. 3-1. Ik probeer de bal nu in de ploeg te houden zodat we hem winnen, jongens. Zodat we hem gewoon gaan winnen. Het hyperschot pakken zodat zij dat in ieder geval niet kunnen doen. Banaantje op de weg. Bal naar voren. En dan hebben we gewonnen. Met nog 2 seconden. Ja, we hebben de beker. De moeilijkste beker in deze game is van ons. En het was ook echt oprecht moeilijk. Ik zweet hier gewoon kapot. We hebben een wedstrijd verloren. Dat ging heel zwaar. Maar uiteindelijk hebben we de ultieme wraak gewonnen. Door ze 2 keer te verslaan. Deze crowns. Dankzij Toad vooral. Denk ik. Laat even weten in de reacties of jullie alle bekers al hebben gepakt trouwens. En dan gaan wij nog even kijken naar de prijzenceremonie. Met Mario. Ja hoor. Daar is die. De beker is voor ons team. Luigi, Toad, Bowser en kapitein Mario. Hoppakee, 1000 muntjes erbij. En we krijgen nog eens 1000 muntjes, omdat we nu alle bekers hebben in de galactische toernooien. Anyway, ik hoop dat jullie van deze Mario Strikers video genoten hebben. Doe in dat geval een blauwe duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer! En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!